Yo, kijk, zo'n IMT. Vandaag heb ik met een hele nieuwe game. Namelijk Princess Loot Pixel Again. Ik ga deze game starten en helemaal opnieuw beginnen. Ik heb een keer één leveltje geprobeerd. Ik weet wat nu ongeveer de bedoeling is. Dus laten we maar snel beginnen. Ik ga dit gewoon met de Warrior, de Classic beginnen. De controls zijn op zich best wel heel erg raar. Dus laten we zo kijken wat ik hiervan kan bakken. We gaan maar snel beginnen met level 1. Dat ga ik helemaal niet zien. Kijk, hoe zit deze map dit keer? Oké, jij schiet dus. Zo. We kunnen nog even plat hebben. Perfectos. Hey, dat is bom. Ho. Dat is ook bom. Nee, ik denk dat ik was weer. Oh. Gewoon iets zo in. Ah, oké. Dat wist ik niet. Oh, hier zit dus de boss fight. Ik wil even kijken of er nog meer is. Kijk of die beneden zit. Niet veel bijzonders. Kijk, wat zit hier dus achter? Nee, wat is level zo random gegenereerd? Want vorige keer had ik een heel ander level. Kom dan. Kom, dood. Blok. Nice. Jij gaat ook even dood, Mr. Snakey. Oké, de hele tekst is best wel heel erg raar. Ik wil graag naar binnen. Mag ik dat? Oh, met E kan ik dus. Dus de shop. Nog helemaal niet echt heel veel te zoeken. Zo kan ik natuurlijk omhoog. Kijk, dat is aan de andere kant van het dungeon. Is dat weet ik trouwens helemaal niet eens. Alleen de controls zijn echt ruk. Dat merk ik trouwens al wel. Hé, hey, je hebt de tutorial weer. Shift. Ik ga even kijken wat deze kant is. Ja, daar ben ik niet zo heel blij mee. Hoppa, een klein beetje helft erbij. Een grid. Oh. Ja, daar heb ik iets anders van verwacht dat ik meteen kon krijgen. Little bit of coins. Dus is een dungeon dus helemaal cleared. Kijk, dit is ook een leuke item. Dat wist ik niet. Ik leer nog ook heel wat nieuws bij. En die vleermuizen hebben wel een heel raar vast patroon. Hoppa, jij bent dood. Kop to dood, bad. Maar wat is dat? Batwings. Net zoals wat Batman deed. Wat doe jij? Oh, defense power dus. Doe maar zo'n trick-achtig iets. Volgens mij zit hij achter niet heel veel meer. Wat doet dit? Ik heb geen flauw idee. Ik dacht, ik koop het maar. Zo! Dat zag ik dus niet aankomen. Maar wat extra helft heb ik meteen nodig. Dat weet ik wel. Goed dat hij tussen een store zit. Oh, ik heb niet genoeg coins. Oh nee, dit is naar. Ik heb niet genoeg coins. Gebruik te kunnen. Goed. Gebruik te kunnen maken van de store. En ik ben dood. This is Princess Loot Pixel again. Wat zou nu hier zitten? Kijk, dat is weer heel anders. Voor mij is elk level gewoon random gegenereerd. Ik heb wel een hele noob achievement op dit moment. Dat je dood bent gegaan. Hoe kan ik je ooit missen? Dat niet door geraakt wordt. Geen flauw idee. Een nieuwsgierigheid misschien. En voor mij iets te mooi lijkt is volgens mij ook echt te mooi. Hé, hey, wacht, deze heb ik net ook. Dan moet ik hier dus naar beneden. Dan kom ik hier denk ik zo meteen iets tegen, waar ik voor mij de bos. Zo'n vermoeden heb ik. Ik weet het niet 100% zeker. Nee, maar dit is toch weer iets anders. Maar toch zit hier weer de bos. Hé, hey, rank B. Huh? Er is ook helemaal geen bos. Gewoon weer random achievement unlocked. Maar dit level bij de allereerste keer dat ik speelde. Deze kamer.
Had ik toen wel. Dat was de allereerste kamer die ik tegenkwam, dit. Kom, ga omhoog. En dan player bottle. Oké. Zo. Die trapdo. Wel heel veel coins erbij. Het hele zwarte deel moet dus uitkijken, volgens mij. Dat is wel minstens een trap. Niet 100% zeker. Oh god. Oké, dan wel mooi doorheen lopen dus. Als ik iets heb met hele zwarte tegels, is toch wel iets van een trap. Ik weet niet wat het is, maar zo'n vermoeden heb ik. Een little bit of free coins, altijd nice. Deze kamer weer. En dan weer met Batwings. Allemaal van die rare Batwings. Ik weet niet wat het is. Dood, zeg ik. Kijk, wat komt hier uit? Een sleutel. Een sleutel ergens nodig hebben. Ik vermoed dat hier zo meteen weer die trap zit. Even meenemen. Beter schild. Ah nee, een bom. Dat was dus een trap, zo te zien. Soms zijn de trap gewoon heel erg eenvoudig. Hey, free bombs. Oh, ik dacht, ik moet net zeggen, daar komt helemaal niets meer uit. Kijk. Extra health. Was dat zo duur? Kost dat 99? Holy shit. Dat is duur. Dat had ik niet verwacht. Dus moet ik even een beetje geld gaan sparen eigenlijk. Voor een paar extra leuke dingetjes. Zo. Dit is een berg coins. Niet dat het veel is, maar... Voor mij toen is het veel. Even kijken dan. Holy shit. Heel lekker dat gepotioneerd water. Maar zit hier eigenlijk als een trap. Dat kan niet anders. Of toch niet? Volgens mij moet ik eerst deze beest hiervoor killen. Voordat ik zo meteen pas wat kan doen. Kijk, dat dacht ik al. Hey, een beetje extra mana, maar die heb ik al helemaal vol. Zo heb ik het helemaal niet eens aan. Hey, boss battle, volgens mij. Of wat het ook is. Ah, oogjes. Elo Towns. Oh god. Moet ik eens ooit uitroeien dan? Speed up, oké. Hoeveel HP hebben deze beesten? Wel iets van een combo. Dat heb ik in ieder geval wel. Oké, die hebben ballenklop tegelijkertijd leeg. Dat is interessant om te weten. Ik dacht van, oh, is het allebei wel tegelijkertijd gaan? Nee, van de ene kant op. Nee, serieus? Nou, weer dood. Helemaal opnieuw beginnen. Oh, wat een story mode. Komt hier die naam wel vandaan? Maar zo is voor de volgende keer eigenlijk. Dat de story mode gaat beginnen. Hey, heeft iemand gekidnapt? Dit wist ik niet. Dit is interesting. En verder kijken. Wat precies gaat gebeuren. Volgens mij ook hier niet veel te doen. Ik voel dat deze storyline heel kort is. Oh. Oké, dat is dus de hele storyline. In ieder geval, ik weet nu dus. Oh, dat is dus Twitter. Nieuwe prestatie, be friends. Ik weet nu dus, als ik dood ga, moet ik helemaal opnieuw beginnen. Het is best wel een moeilijk spel. Elk level wordt dus random gegenereerd. Dus, wish me luck. Bij episode nummer 2. Tot dan.